Een povere 1-1. Ja, ja, kijk, kijk. Feyenoord, dat, ja, jongens, in Rotterdam. Ik bedoel, ze hebben allemaal geroepen van, als die Stam nou één keer weg is, hè, dan gaan we het licht zien in onze donkere tunnel. Ja. Dat is het idee geweest in Rotterdam, al die tijd. Dat zei je net ook tegen Valentijn, ja. Ja, nou goed. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die Stam eindelijk, hebben ze het eindelijk voor elkaar, dat die Stam weggaat. Dus nou denken ze met z'n allen, ja nee, maar nou is het lek boven. Nou gaat het allemaal gebeuren. Dickie! Ja, en het is gewoon niet waar. Nee. Het blijkt gewoon niet waar te zijn. Bij VVV was het al ook niet geweldig wat Feyenoord liet zien. En nu, ja, nu zie je het weer. Kijk, Dickie die doet gewoon maar gewoon oude truc. Gewoon lekker terug verdedigen, achteruit lopen, lekker een beetje voor het eigen doel hangen. Wachten op een keer op een balletje afpakken. Snel eruit komen en hopen dat je een goaltje maakt. Jaren 80 voetbal. Dat is hem. Ja. Maar luister Rick. Dat kan jij. Dat kunnen eigenlijk de mensen in Rotterdam ook. En dat kan ik ook. Ja. Zet mij op de bank. Ja. En dan zul je zien. Dat kan ik ook. Ja. Ik kan Feyenoord ook keurig terug laten lopen. Ja. En ik kan Feyenoord ook rustig laten afwachten. We pakken een balletje af. We komen eruit. In de counter. En we proberen een countertje. En we proberen een doelpunt te maken. Ja. Hey. Ja. Zet mij op de bank daar in Rotterdam. Ik krijg hetzelfde. En dan krijg je hetzelfde als Jaap Stam. Ja, nee, krijg je in ieder geval iets beter. En je bent nog iets jonger zelfs ook dan Jaap. Ja, zeker. Zeker. Dus, ja, maar nou is ineens, nou heeft iedereen kunnen zien nu, ja, tegen Young Boys, dat het dus geen verschil maakt. Gekloot. Feyenoord heeft gewoon hele gemiddelde spelers, voetballers. Ja, nou, en dat blijkt nu weer, en dat was bij Jaap Stam zo, en dat is bij Dickie Advocaat zo, en als ik op de bank zou zitten, is dat ook zo. Ja. Het zijn gemiddelde voetballers. Ja. En dat kan alleen maar naar een iets hoger niveau worden getild als het dus echt een heel hecht team is wat voor elkaar door het vuur wil gaan. Ja. En dat ze echt het gras willen opvreten tot ze groen poepen. Dat is hem. Als ze dat doen, dan zal je zien dat Feyenoord beter gaat. Maar tot die tijd, hou ik mijn hart vast.